Mag een arts zijn beroepsgeheim schenden als jij je familie niet vertelt over jouw erfelijke afwijking? Dit is de Universiteit van Nederland. Stel jezelf de volgende verdrietige situatie voor. Op een dag ben je thuis en voel je een soort van knobbeltje in je borst. En je vertrouwt het niet helemaal, dus na een paar dagen voel je nog een keer, maar het zit er nog steeds. En je besluit dus om even naar de huisarts te gaan, om het te controleren. Maar ook de huisarts vertrouwt het niet helemaal en stuurt je door naar de oncoloog. Nou, de oncoloog doet allerlei onderzoeken en inderdaad, het blijkt helaas borstkanker te zijn. Tegenwoordig zijn oncologen steeds meer in staat om een behandeling op maat aan te bieden. We noemen dat personalized medicine. En een van de dingen die je moet doen voor zo'n behandeling op maat is een genetische test ondergaan. Dus de oncoloog biedt je gelijkertijd aan om die test inderdaad te ondergaan. En je doet de test en op dat moment wordt er een BRCA-mutatie gevonden. Dat staat voor breast cancer mutatie. Dus een mutatie die een sterk verhoogd risico op erfelijke borst- en eierstokkanker geeft. Natuurlijk moet je eerst nog eens flink bijkomen van de shock. Maar je gaat eens nadenken en je beseft op dat moment dat zowel jouw oma als jouw tante heel lang geleden overleden zijn aan borstkanker. En je besluit op dat moment, ze woonden in dezelfde regio, dus je besluit op dat moment toch nog eens even terug te gaan naar het ziekenhuis. En in het ziekenhuis blijkt dat er een genetische stamboom gemaakt is van jouw familie. En in die stamboom is ook jouw vader is getekend. En op dat moment denk je natuurlijk, hé, maar had iemand me dit niet moeten vertellen? Dat er zo'n genetische stamboom is en dat er dus kennelijk een BRCA, een breast cancer mutatie, in mijn familie is. Maar wie had het dan moeten vertellen? Iemand die hier recent mee te maken heeft gehad, jullie kennen haar allemaal, is Angelina Jolie. Angelina Jolie onthulde, een tijdje terug, het was wereldnieuws, dat zij een variatie op het BRCA-gen, op het BRCA1-gen om specifiek te zijn, draagt. Waardoor ze tot wel 87% kans heeft om in haar leven borstkanker te krijgen. En zelf besloot ze daarop, ze maakte dus de keuze om haar borsten preventief te laten verwijderen. En door dat te doen is het risico om borstkanker te krijgen van haar gereduceerd tot nog maar 5%. Ongeveer 5%. Eigenlijk hetzelfde risico's dat alle vrouwen hebben om borstkanker te krijgen. Maar dan niet de erfelijke variant. En haar moeder was al overleden aan haar borstkanker. En eigenlijk op het moment dat ze zich had laten opereren, overleed ook haar tante. En Angelina Jolie gaf zelf ook in interviews aan en dat voor haar een bevestiging was dat ze de juiste keuze had gemaakt. Door die nieuwe generatie genetische testen kan het hele DNA van mensen en patiënten in kaart gebracht worden. Stel, er wordt nu aan jullie aangeboden om je hele DNA, het volledige erfelijk materiaal, in kaart te brengen. Wie zou het doen? Kleine minderheid. Wie zou het niet doen? Grote meerderheid. En wie zegt, ik wil hier echt nog even over nadenken? Ook heel verstandig hoor, zijn er ook een paar. Genetica gaat gepaard met ontzettend veel ethische dilemma's. En er zijn er twee op dit moment heel urgent. En die wil ik met jullie bespreken. En de eerste vraag is, hoe kan je nou verantwoord een beslissing nemen over de enorme hoeveelheid genetische informatie die je tot je krijgt als je zo'n test ondergaat? En ten tweede, als je dat dan eenmaal weet, hoe zorg je er nou voor dat anderen gewaarschuwd worden dat jij dat genetisch risico hebt? En begin met het eerste dilemma. Dus hoe kan je nou zelf besluiten, ga ik wel of niet een DNA-test ondergaan? Ga ik me wel of niet laten testen? En in de gezondheidszorg is er een klassiek uitgangspunt waarop mensen al dan niet kunnen besluiten of ze een behandeling of een interventie of een operatie ondergaan. En we noemen dat geïnformeerde toestemming. De doktoren in de zaal zullen het herkennen als informed consent. Dat is echt wat je jaar 1 van je opleiding aan alle dokters leren. Je moet altijd geïnformeerde toestemming vragen aan je patiënt. En dat betekent dat je als patiënt voldoende informatie hebt over de behandeling. Dat je ook weet of er alternatieven zijn, wat de alternatieven zijn. En vervolgens, nadat je er even over nagedacht hebt, stem je in. Dan geïnformeerde toestemming in de genetica. Dat is nog wel lastig. En ik kan dat eigenlijk het beste vergelijken met deze Chinese menukaart. Stel je even de situatie voor. Je bent hongerig. En je komt bij de Chinees. En je krijgt deze kaart krijg je voor je. En je moet daar snel een beslissing over nemen. En een enorme waslijst aan verschillende
menu's. Nou, zo is het ook een beetje met besluiten over een genetische test. Er is echt een waslijst aan genetische informatie. Het gaat wel om 19.000 genen. En er is ook nog eens mogelijkheden van bijvangst. Dus dingen waar je niet naar op zoek was. Nou, neem daar maar eens verantwoord een beslissing over. Het is een beetje alsof je hongerig in de Chinees moet besluiten. En vooral in de gedragseconomie is hier veel onderzoek naar gedaan. En stel je bijvoorbeeld voor, hele leuke proefjes van een van de gedragseconomen, Norman Swartz. En stel je voor dat je naar de supermarkt gaat en dat je op zoek bent naar een pak yoghurt of naar een potje jam. En dat er ongelooflijk veel keuzemogelijkheden zijn. Is helemaal niet fijn, hè? Is echt super verwarrend. Nou, hij heeft laten zien dat als je proefpersonen een instructie geeft om een potje pindakaas te kopen en er staan 20 potjes, dan komen de meeste proefpersonen uiteindelijk uit die winkel zonder pindakaas. En hij zegt wat er plaatsvindt is wat we noemen information overload. Hey, je hebt even kortsluiting, kunt niet meer goed beslissen. Wat Norman Swartz uiteindelijk ook concludeert, hij zegt geen keuze maakt ons ongelukkig, een beetje keuze maakt ons gelukkig en te veel keuze maakt ons absoluut ongelukkig. Dus uiteindelijk is zijn conclusie less is more. Nou, wat doe je dan als ethicus? Je kijkt natuurlijk eerst naar studies en andere vakgebieden, de gedragseconomie. En daar tek je dan je conclusies uit. Dit, geïnformeerde toestemming, dat werkt dus niet. Daar is de patiënt niet bij gediend. En dus ontwerp je een ander menu. Een menu wat veel kleiner en beperkter eigenlijk is. En ons voorstel is dan ook, gebaseerd op deze inzichten, om te zeggen, als mensen moeten nadenken over een genetische test, biedt ze niet al die mogelijke varianten aan, maar maak eigenlijk, structureer het voor. Maak een menu voor ze. En dan kan je denken aan bijvoorbeeld 4 pakketten. Bijvoorbeeld pakket 1, in dit geval vlees, vis, vegetarisch en een beetje van alles. Het is misschien een beetje onerbiedig om dit met ziekte en genetica te vergelijken. Maar je zou hier kunnen zeggen, nou, pakket 1 is bijvoorbeeld alle heel hoog risico-informatie waar ook een behandeling voor is. Bijvoorbeeld bij kanker. Pakket 2 is bijvoorbeeld alle niet behandelbare informatie. Bijvoorbeeld het vroege krijgen van Alzheimer. Of weer die Huntington, die ernstige neurologische aandoening. Pakket 3, daarin zitten alle aandoeningen die relevant zijn voor als je nog een kind wil krijgen. Dus reproductieve informatie. En pakket 4, dat is eigenlijk informatie dat er wel wat gevonden is in het DNA. Maar de onderzoekers weten nog niet wat het betekent. Ze weten nog niet of dat uiteindelijk leidt tot een ziekte of niet. Nou, wat wij eigenlijk hebben gezegd, bied nou, als je mensen genetische testen wil ondergaan, maak het ietsje eenvoudiger. En bied het op deze manier aan. Ik ben wel benieuwd welke pakketten jullie zouden willen terughoren. Wie zou, als hij een genetische test ondergaat, de informatie uit pakket 1 willen horen. Dus die hoogrisico-informatie. Bijna iedereen. Zijn er mensen die zeggen, ook deze informatie wil ik niet horen? Kijk, ik zie hier inderdaad een hand. 2 handen. Kijk, dus de overgrote meerderheid hier zegt, wel bij pakket 1. Gaan we naar de tweede. Informatie over niet behandelbare informatie. Bijvoorbeeld het krijgen van Alzheimer. Wie zou dit willen horen? Er zijn er een paar. Wie zegt nee, dat wil ik echt niet weten? Ja, overgrote meerderheid. Ja. Het derde pakket dan. De reproductieve informatie die relevant is als je nog kinderen wilt krijgen. Wie wil die horen? Veel jonge mensen hier in de zaal. Hè? Ja. En tot slot dat vierde pakket, de onduidelijke informatie. Wie zegt geef mij die ook maar? 2, 3. Oké. Nou, deze manier van denken. Dit is gebaseerd op een politiek-filosofische stroming die we het liberaal paternalisme noemen, of libertijns paternalisme. En feitelijk, wat je hier zegt, is geef mensen niet maximale keuzevrijheid. Dat zou volledig liberaal zijn, dat mensen alles moeten kunnen kiezen, zoals dat. Maar geef mensen zinvolle keuzevrijheid. En het is in die zin paternalistisch dat wij in het ziekenhuis van tevoren een keuze maken voor mensen. We bieden een standaardpakket, bieden we aan. En we gaan er eigenlijk vanuit dat iedereen dit wel wil horen. Omdat je namelijk er iets aan kunt doen. En de peiling net liet ook wel zien dat bijna iedereen ook zegt, ja, dat wil ik ook wel horen. Nou, dit is een beetje een manier, een keuzehulp bij het zelf beslissen. Wil ik een genetische test ondergaan en ja, hoe ga ik daarmee om? Hoe kan ik nou ethisch verantwoord beslissen? Dan kom ik bij het tweede dilemma, want dan weet jij het op een gegeven moment. Maar hoe komt nou die informatie over erfelijke risico's bij jouw familieleden terecht? Stel, ik zelf weet
dat ik een erfelijk risico met me meedraag. En laten we weer even zeggen het voorbeeld van een bepaalde vorm van kanker. En die vorm van kanker die is op zich, als je dat op tijd weet, dan is er ook nog wel wat te doen. Het zij preventief, het zij qua behandeling. Ik heb 2 broers, dat is ook echt waar. Moet deze informatie op een of andere manier bij mijn broers terechtkomen? Wie vindt van wel? Ja, de meeste mensen zeggen ja. Wie vindt van niet? Oké, er zijn ook best veel mensen die zeggen niet. Nou, mooi, hè? Hoe telkens wel verdeeld is in de zaal. Hè, en als je vindt dat dit bij mijn broers terecht moet komen, wie moet dat dan doen? Wie vindt dat ik dat zelf moet doen? Dat ik daar verantwoordelijk voor ben? Ja, dat is ook weer de helft van de zaal, zie ik nu. En wie vindt dat de arts daar verantwoordelijk voor is? Ietsje minder. Oké, iets minder mensen zegt dat. Nou, kan jullie vertellen dat over het algemeen wordt er vrij snel gezegd dat de dokter dit moet doen. En dat de dokter verantwoordelijk is voor het doorgeven van genetische risico-informatie. Stel dat ik tegen mijn arts zeg, maar ik wil echt niet dat je het tegen mijn broer zegt. En hij doet het toch, dan breekt hij zijn beroepsgeheim. En dan schendt hij zijn beroepsgeheim. Dat kan echt niet zomaar. Ten tweede, hoe komt de arts erachter? Nou, misschien heb ik wel gezegd dat ik 2 broers heb, maar stel ik heb het niet gezegd of ik heb helemaal geen namen genoemd. Hoe komt hij er dan achter dat ik die broers heb? En hoe komt hij aan namen en adressen? En je ziet de dokter op zondagmiddag al Facebook en Twitter doorlopen om uiteindelijk eens te kijken of ik broers heb. En dan komt hij erachter dat ze helemaal niet op Facebook zitten. Dus je hebt hier wel 1000 extra artsen voor nodig om dit daadwerkelijk echt uit te voeren. En ja, je kunt je dan afvragen, wat we in de ethiek noemen, is het nog wel proportioneel? Staat de inspanning nog wel in een redelijke verhouding tot? En bovendien hebben mijn broers ook een recht op niet weten. Ze moeten ook zelf kunnen beslissen of ze deze informatie wel of niet willen horen. En dat recht op niet weten is een heel moeilijk recht. Want het lastige is dat je natuurlijk wel eerst moet weten dat er iets wel of niet te weten is. Dus dat recht op niet weten, dat is niet een recht op totale onwetendheid. Want dan kun je nooit wat horen. Dus het recht op niet weten is ontzettend ingewikkeld. Dan moet je dus ontzettend precair moet je daarmee omgaan. Maar als de arts gewoon eigenlijk belt en zegt, we hebben wat gevonden bij je zus. Nou, dan kom je wel heel erg tegen dat recht op niet weten aan. Dus daar is maatwerk nodig. Dus je zou kunnen zeggen, dit is een kwestie van familieethiek. Niet de arts is verantwoordelijk. Maar families zelf zijn onderling hiervoor verantwoordelijk. En ik zelf bijvoorbeeld ken de omstandigheden waarin mijn broers leven. Ik ken mijn familie goed. En ik kan misschien zelf best wel goed inschatten of dit nu een goed moment is om het te vertellen. Of dat ik eventjes moet wachten. Hoe ik het moet vertellen, hoe ik er mee om moet gaan. Ik kan dat veel beter inschatten dan iemand die wat verder afstaat. En bovendien heb ik ook morele verantwoordelijkheden naar mijn familie toe. Dus dat zijn redenen om eigenlijk de verantwoordelijkheid bij mij te leggen. Maar het zou best wel kunnen dat ik dat gewoon niet kan. Dat ik ontzettend conflictvermijdend ben en echt niet weet hoe ik dit gesprek aan moet gaan. Of ik durf het gewoon niet. Dus dat je het een paar keer probeert. Dat kennen jullie denk ik allemaal wel. Dat je iets wil vertellen en dat het maar niet lukt. Dat je het eindeloos uitstelt, dan is de kans weer voorbij. Nou, dat kan je ook hier voorstellen. En dat blijkt ook wel. Dat heel veel patiënten zeggen tegen de dokter, ik ga het vertellen. Maar als ze dan daarna nagebeld worden, dan hebben ze het niet gedaan. Dus mensen willen wel, maar ze kunnen het niet. En het zou ook best wel kunnen dat ik gebrouilleerd geraakt ben met mijn broers. En dat ik eigenlijk gewoon denk, joh, ik heb je echt al 10 jaar niet gesproken. Ik ga je echt hier niet over opbellen. En dat gebeurt in de praktijk ook nog wel eens. Dus ook dat is nog wel lastig, om het helemaal bij de familie te leggen. Ja, wat kan je hier nou uit concluderen? Wie is er nou eigenlijk verantwoordelijk? Nou, op dit moment denk ik dat we moeten concluderen dat er een soort van een gezamenlijke verantwoordelijkheid zit. Zowel voor arts als voor familieleden onderling. Je zou kunnen zeggen dat de arts een inspanningsverplichting heeft om ervoor te zorgen dat de patiënt er alles aan doet om het te vertellen. Dat kan, normaal mag de arts niet zo directief counselen. Dus die moet een beetje neutrale informatie geven. Maar die zou hier heel directief kunnen uitleggen wat er gebeurt als jij het niet vertelt. Dus dat zou de arts kunnen doen. De arts zou kunnen zeggen, ik geef jou een familiebrief mee waarin het nog eens wordt uitgelegd. En zou ook kunnen aanbieden van, nou, als jij het niet wil of durft, dan neem ik zelf wel contact op met. En dan kan jij wat informatie daarover geven. Maar uiteindelijk is de patiënt, en dat zijn wij dus allemaal in potentie, wij hebben hier ook een bepaalde verantwoordelijkheid. Niet alleen nu, maar ook in de toekomst. Ik denk ook dat het goed is om dat te beseffen. In het laatste college behandelen we nog 1 spannende vraag uit de medische ethiek. En dat is de vraag, mag je nou eigenlijk geld verdienen met jouw lichaamsmateriaal? Oftewel, mag je je nier of je eicellen verkopen?